Deze week gaan we naar La Bella Italia, waar ze lekkere pizza's hebben, heerlijke wijn en het land van Vince Montesano. We gaan naar de Serie A. AC Milan ontvangt Juventus. Juventus ging de laatste 5 wedstrijden in San Siro winnen. Ik verwacht een kentering. Milan in een goede vorm, 14 van de laatste 15 thuiswedstrijden niet verloren. Dus Dimi, het moet eens gebeuren. Ja, Milan is inderdaad in een goede vorm. Maar niet vergeten, Vince, dat Juventus heel erg moeilijk doelpunten tegenkrijgt. 8 in de laatste 11 wedstrijden. Beide teams speelden deze week ook Europees. En ik verwacht dat ze het eerste half uur geen kruid in de schoenen gaan hebben. Dus daar valt er geen doelpunt in het eerste half uur. Nog steeds een mooie prijs voor AC Milan, verlies niet. Dus ik zou hem niet laten liggen. Geen doelpunt in het eerste half uur. Roma ontvangt Sampdoria. En Sampdoria in een mindere vorm kregen in 2 wedstrijden 7 doelpunten tegen. Maar Roma zal het wel winnen, maar kreeg toch ook al dit seizoen 14 doelpunten tegen. Dus niet zo, defensief zeker niet zo sterk. Nee. Inderdaad, en Roma doet het best wel goed in de Champions League, waar Edin Dzeko regelmatig scoort. En dat gaat hij nu ook gewoon terug doen in de Serie A. Dus Edin Dzeko to score. Edin Dzeko to score en Roma wint en beide teams scoren. Willen jullie meer tips? Word dan gewoon lid van de Unibet Expert Groep op Facebook.